Hij gaat weer open, de beauty case voor vandaag. Goedemorgen, Roberto Tresia. Vanuit een enorme holle ruimte. Zit je in de darkroom? Of, Ja, goed. Ja, ik zit eventjes voor een moment te werken in een grote zaal. Maar ik heb even teruggetrokken in een kleine hokje. Oké. Nou, hey, je hebt een paar leuke tips voor ons. Vertel. Ja, klopt. Nou ja, nu we toch bezig zijn met haar, is heel erg leuk om te weten. Kijk, haarlook betekent ook zee op het haar. Maar ik heb zelf geweten bij mezelf, als je dus te veel haarlook op je hoofdhuid spreekt, dus tijdens als je denkt, ja, ik wil mijn haar goed zetten. Kijk uit, dames en heren, niet te veel op de hoofdhuid de haarlak, want het kan de haarworteltjes eigenlijk verstikken. En ik heb een paar keer me gemerkt dat ik geen moment daarna gewoon haar uit... Ja, dat je kaal wordt, zeg maar. Ja, en dan weet je, het begint ook kaler te worden. Dus en ik oppassen met te veel haarlak op je hoofdhuid sprayen. Dus echt haarlak alleen op het haar sprayen. Okay. Want anders dan verstikt de haarwortel, okay, als het ware. Hey, tip 2 voor vandaag. Ja, tip 2 is heel leuk. Dat is, je moet bier en een ei, dus de gele, dus de eigeel van het ei, moet je met elkaar mengen met bier, dames en heren. En dat ga je, zit voor lang haar, dan ga je dat dus wassen. Je laat echt 10 minuten in op kwartiertje inwerken. Dan krijg je echt mooi glanzend haar. Okay. Dus niet bier drinken, maar gewoon bier in je haar gooien. Bier met ei. En wassen. Ja, ik kende deze. Ja, bier ik, met ei. Ik kende deze al. Dus het is een oud-Hollands trucje van oma, zeg maar. Hè? Met glanzend haar. Ja, en het wordt nog steeds door kappers gebruikt, hoor. Je gaat er alleen een beetje van ruiken, maar oké. Ja, geeft er niet. Dan kun je lekker boel in. Als je aangehouden wordt, weet je wel. Wat heeft u? Heeft u gedronken? Nee, ik heb net mijn haar gewassen met bier en ei. Ja, precies. Ja, nee, zo net gezopen. Nee, dat klopt. Nou, dan hebben we ook nog 2 tips. Nou, tomaten, de sapper van binnen tomaat, van die kleine korreltjes, die kun je dus fijn stampen. Dames en heren, als je dat gebruikt voor scrub, dan krijg je een heel mooi huidje ervan. Dus tomatensap, dus je eet de tomaat op en dan de sap van binnen met die kleine pietjes, ga je het plat stampen en ga je als een scrub gebruiken op je huid. Heel mooi. En daarna doe je de komkommer, als je een komkommer dus doormidden, of je eet een komkommer, doe ik wel eens, eet een komkommer opeens, dan... Ik ook wel eens een komkommer eten, Ja, en dan kan die sappen, en geloof me, dat gaat gelijk je onder je ogen, wordt het weer half een beetje strak. Het gaat als een gind werken, zodat je ogen gewoon lekker strak worden onder. Gewoon die komkommersap. De sappen van de... Het is net alsof ik net een vieze man aan het luisteren ben af en toe, maar... Ja, de sappen van de komkommer, ik weet het. Maar het is echt komkommer, hè? Komkommer, oké. Hey, dat waren ze weer voor vandaag, Roberto. Oké. Dankjewel. Oké. Hoi, hoi. Roberto Tresia, dames en heren, met de beauty tips. Friends of M, goedemorgen. Onderweg naar je werk. Dit is Omi en de Hula Hoop.